We hebben vandaag weer een energiedebat. Doe mee met het discussiedebat. Hoe meer de discussie speelt, hoe mooier het debat wordt. Wie heeft er een kater van Kopenhagen? Het is helemaal mislukt. Die meer dan 100 staatshoofden bij elkaar. Dat je zo wil kunnen bereiken. En zelfs die zijn er niet uitgekomen. Wat is het geval? Wij willen nu de CO2-uitstoot terugdringen met 30% in 2020. En die ambitie is hoger dan die van Europa. Ja, ik ben het daar natuurlijk niet mee eens. Ik denk dat we juist wel die rol moeten nemen. De stelling dat het braafste jongetje van de klas wil zijn, dat moeten we niet willen. Daar ben ik het mee eens. Ik denk dat emissiereductie, dat kost geld. Reus interessant. Het is leuk om ook het stukje idealisme versus realisme te zien van oké, wat zou je willen, wat willen zij, waar staan zij voor, wat willen die jongeren? En denk je misschien hoezo, we lopen bij achter. In ieder geval volgens de Environmental Performance Index. Is toch in principe, zou het ouderwets moeten zijn nu om fossiele brandstof te gebruiken? In Engeland is het verbruik van energie significant gedaald door simpelweg een wijzer in de woonkamer te hangen waarop de prijs van stroom op dat moment weergegeven wordt. Het confronteren met hoe erg het op dit moment is en hoeveel ze uitgeven. Als je dat niet doet, dan gebeurt er helemaal niks. Nou, ik vond het een interessante avond, vooral ook omdat er veel mensen uit de groep hun mening gaven. Dat vond ik interessant om te horen ook, van wat zijn nou de verschillende, hoe kijken mensen hier nou tegenaan? Dat er geen één oplossing is, zowel op beleid als op technologisch gebied, maar dat die er wel moet komen. Dit soort avonden helpen daar alleen maar bij, dus ik denk dat het een zeer waardevolle avond is.